Hoi, ik wil jullie iets vertellen over kanker. Maar ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Anne. Toen ik 7 was, heb ik kanker gehad. Nu ben ik gelukkig weer helemaal beter. Misschien ken je iemand die kanker heeft. Of die het heeft gehad. En anders ken je die nu. Want nu ken je mij. Om te weten wat kanker is, moet je eerst even dichtbij komen. Nee, nog dichterbij. En nou, nog dichterbij. Nog veel dichterbij. Ja, dat is beter. Zoals je kunt zien, besta ik allemaal uit kleine bolletjes. Die bolletjes heet cellen. Het grappige is dat jij ook gemaakt bent van cellen. Je armen, je benen, je neus en zelfs je navel. Allemaal opgebouwd uit cellen. En als je gaat groeien, moeten er nieuwe cellen komen. Daar hebben je cellen een slimme truc voor. Ze kopiëren zich. Als er genoeg gegroeid is, stoppen de cellen met kopiëren. Ze weten zelf precies wanneer ze moeten ophouden met kopiëren. Als een cel oud is of niet meer nodig is, verdwijnt hij. Hij ruimt zichzelf op. Slim, hè? Soms gebeurt het dat een cel zich niet goed kopieert. Dan komt er een verkeerde of een kapotte cel uit. Op zich is dat niet zo erg. Weet je nog hoe slim die cellen zijn? Verkeerde cellen kopiëren zich niet en ruimen zichzelf op. Die verdwijnen dus meteen. Maar heel af en toe komt er een verkeerde cel die niet zo slim is als de rest. Deze cel kopieert zichzelf wel. En de nieuwe cellen kopiëren zichzelf ook. Ze ruimen zichzelf niet op, maar blijven groeien op een kluitje. Dit kluitje noem je een tumor. Iemand waarbij dit gebeurt wordt ziek. Die heeft kanker. Gelukkig weten dokters heel veel van kanker. Ze kunnen er ook al veel tegen doen. Een van de dingen is het weghalen van een tumor tijdens een operatie. En er is ook een soort medicijn om de kankercellen te laten verdwijnen. Dit noemen ze een chemokuur. En als laatst kunnen ze de plek waar kanker zit bestralen. Dat betekent dat ze met een apparaat speciale stralen naar de kankercellen sturen, waar de cellen niet tegen kunnen. Zoals je ziet, weten de dokters dus enorm veel van kanker. Helaas weten ze nog niet alles. Om kanker nog beter te genezen, moet er dus nog veel onderzoek worden gedaan. En voor dat onderzoek is geld nodig. Doei!